Oh, ik denk dat ik een Pokémon ga kwijtraken, Sander. Waarom? Doe nou niet. Hallo kijkers van Shiny Sprite, welkom bij een chaotische aflevering van een Pokémon X. Nee, niet Shiny Lock, Avatar Lock, met Sander van Gaming Spot. Ik ben ook helemaal van me apropos af. Ja, ik dan! Ik zal eventjes het grapje uitdoen. Oh, hij heeft weer een grapje in zijn scherm, zo jammer. Niemand zit daarop te wachten. Niemand? Nou, die van aflevering 12 vond je anders wel mooi. Ja, oké, die was wel leuk. Dat is ook mijn favoriete foto van Simon. Ik weet ook niet of Simon het zo leuk vond. Ik heb die dus ook een tijdje als pint gehad met deze foto moeten we echt memen. Toen zei hij ook, doe dat maar niet als pint. Maar ik heb hem toen dus wel opgeslagen. Heel verstandig. Want ik denk, anders raak ik hem kwijt. Nu was ik hem niet kwijt, want ik wist waar die stond en ik kon hem niet heel goed gebruiken. Oké, Lysander doet iets met de wereld. Oké, leuk. Ga jij maar lekker je Psycard zelfs verzamelen of zo dan? Waar moet ik nu naartoe? Ik heb echt geen idee. Naar onder, zeg maar. Onder in de stadje. Oh, wel. Oké. Ja, dan ben je net zo ver als ik. En dat doet 12? Ik denk het. Oké, daar kan ik Guardje omvangen? Gible, ja. Dat is niet hetzelfde, maar wel hetzelfde line, dus... Dat klopt. Mountain Kalos Pokédex, oké? Okay? Weet je wat vooral heel erg kut is? Dat, nou, je ook trappings, dat je ook trappingsjes tegen kan komen. Hey, dat is mijn grap. Ja. Hoe heet het? En die trappingsjes hebben area trap, dus die moet je elke keer killen. Maar trappings, hoeveel is dat? Ja, hoeveel kans? De meeste. Nou, hey, ik denk 20 is ook best wel veel. Als ik een Gibble wil gaan vangen, heb ik denk ik wel Ultra Ball nodig. Dat zou zomaar eens kunnen. Dus ik ga even 10 kopen. Of zorgen dat ik 10 in mijn bag heb. Sorry, ik kocht er geen 10. Wat wel dom is, want dan krijg ik geen Premier Ball, maar goed. Anders heb ik 11 poken of Ultra Balls in mijn bek. Dat kan echt niet. Mm-hmm. Wat is dit? Als je de 10 had gekocht, had je een Premier Ball gekregen. Dat is waar. Een Duck Trio. Ja, dat is zo goed. Oh, Area Trap. Yeah. Oh, waarom heb ik nu mijn Ground... Of mijn Fire type vooraan. Ja, ik weet waarom, maar dat is niet handig. Dat bedoel ik ermee te zeggen. Nee, de handig is anders. Ja. Maar Greninja kan ook niet, want die is dan straks weer te hoog level. Oh. Zit wel een beetje in een gedeelte van de game dat ik ook niet heel echt het idee heb dat ik weet wat ik moet doen, zeg maar. Oh, ah, jawel. Got it! Wat is dit? Zijn die roaming bolletjes altijd Ductrio's? Of, oh nee, een Gibble. Nevermind. Nee. Dat is ook de enige manier van Pokémon's tegenkomen in deze route. Ah, oké, okay, ja, dat wist ik niet. Nee, maar nu wel. Oké, okay, ga ik hem verzwangen? Verzwangen? Verzwakken? Ga je hem bezwangeren? Verzwakken. Oh, zei ik niet, maar bedoel ik. Bedoel jij? Takedown. Ga nou niet jezelf doodmaken, Gibble. Dat doe ik al voor je. Oké, one ancient power and he dead. Nee, hij is niet dead, maar wel... Een beetje. Maar dat deed meer dan ik dacht. Wel in de geel, en dat is wat ik wil. Jij maakt het verschil, Pokémon. Nee? Nee, ik zat ineens even te denken van welke generatie is dat? Maar ik denk Hoenn, of niet? Nee, Sinnoh. Sandstorm, ja, dat doet mij niks, hè? Als Tyrant.
Oh, ik denk dat ik een Pokémon ga kwijtraken, Sander. Waarom? Doe nou niet. Omdat ik getrapt zit in een rollout. Oh nee, ik heb hem gekild. Zie! ik had echt geluk. Ah, nou, dat is fijn. Nee, daar ben ik blij mee. Probeer de volgende keer te laten klinken alsof je het meent. Oh, viel dat op? Oh. Maar wel chill dat jij niet doodgaat. Nee, ik zat trapped in een rollout en ik moest tegen een Golbat die acrobatics kon, zeg maar. Oké. Okay. Lash. Wacht heel even. Dit was mijn fout. Oh, hij leeft. Oké. Okay. Oké. Okay. Tyrant is nog niet dood, boys. We leven nog. Tyrant is bijna dood. Nee, nee, nee. Hij is 75 HP van de 98. Dus dat is niet bijna dood. Hij was er net wel op 10 HP, maar... Daar had ik helemaal zo uitgerekend. Ja, shit. Ja, lekker kibbel. Nou, dan gaat Fluffy weer uit mijn team. Ik geef je ook zoveel editwerk. Ja, vooral ja, ik ben het gewend. Vooral aflevering 13, dat was echt heel veel editwerk, omdat... Oh, nee! Ik heb hem geen naam gegeven. Waar is de name rater? Ik weet het niet. Oh. Ja, sorry. Ik drukte per ongeluk op B in plaats van op A. Geeft niet, het kan gebeuren. Zoek hem wel een keer op waar de name rater is. Nou ja, kijk, weet je, van mij hoeft het in principe... niet per se een naam te hebben, maar volgens neuslokregels moet dat officieel wel. Ja. Dus eigenlijk ben je gewoon af. Maar dat was je al, omdat je Tyrant ook geen naam hebt gegeven. Ja, eigenlijk mag ik dan die Pokémon niet gebruiken. Nee, maar nee, volgens mij doen mensen... Nee, maar die naamregel is meer dat je zoveel mogelijk Pokémon een naam geeft. Oké, okay, als jij het zegt. Zeg maar, ik heb... heel weinig mensen gezien die je geen naam geven per ongeluk en dat ze dan zeiden, ja, nee, ik heb de Nuzlocke verloren. Of nee, natuurlijk niet. Dat ze die Pokémon dan echt niet gingen gebruiken. Oké, okay, ik ga gewoon straight naar onder, I guess. Nee, je moet even kijken in het zuidwesten zijn, dus linksonder moet je zijn. En daar staat het Team Flair mannetje. Oké. Okay. Oh nee, bye. Deze trap-inch, echt hoor. Oh, one hit KO. Nou, dat is helemaal mooi. Ik kan Gible voorop zetten, maar dat is natuurlijk wel weer een risk. Ja, dat zijn risks die ik niet teken in ieder geval. Nee, ik doe gewoon Tyrant. Holy damn, wat gaat die moeilijk vooruit? Oh, dat komt omdat ik schuin doe. Dat moet ik niet doen, dus. Nee, misschien moet je dat niet doen. Oké. Okay. Oh. Als jij het zegt, dan doe ik dat. Wanneer evolueert Tyrant? Zal ik opzoeken voor je? Ik dacht iets van ja. 38 of zo. Oh, weet je wie een video heeft geüpload? Grote boy Simon. Oh, nee. Overdag 39. Godverdedieves. Ja, wij nemen echt altijd zowat 's avonds op. Ja, maar ook wel eens middags toch, of niet? Ja, en anders, ja, okay. En anders moet je dat gewoon een keertje offscreen doen, zeg maar. Ja, mag dat? Ja, voor mij wel. Oké. Okay. Je traint toch ook offscreen? Waarom mag je dat dan? Ja, dat is waar. Maar ik zorg wel eigenlijk altijd dat de evoluties wel in-screen zijn. Oh, ja. On-screen bedoel ik. Dat mag niet in het scherm. Dat mag je bij Tyrantrum wel even doen hoor. Ja. Waarom gaat die... Moet je die trap af?
even denken. Nee, je moet links onderin zijn bij een Team Flair mannetje. Volgens mij is dat niet. Nee, oké, dus geen trap af. Dan ben ik te ver naar onder en te weinig naar links waarschijnlijk. Rock slide. Oké, nee, dat deed echt niks. Doei, trapping. Doei. Paraplu. Paraplu. Parasol. Paragnost. Oké. Ja. Ik weet echt niet wat ik daarop moet antwoorden, sorry. Acrobatics is zo goed als je geen item hebt. Holy shit. Oh, ik zie daar wel een scientist. Moet ik die hebben? Nee, maar daarvoor moet je wel. Daarbij is het wel, aan de linkerkant. Oh ja, ik zie hem al, jong. Ja, dan was ik dus inderdaad te ver naar het zuiden en te weinig naar het westen. Oké, Flagrant. You're going Doe weg. Pizza. Zoals ze dat in het Engels zeggen. Als je klaar bent met die battle, moet je het even tegen me zeggen. Want dan moet ik even zeggen wat je moet doen. Oh ja, is goed. Beat up. Oh, dat doet echt niks, want dat heeft maar twee mensjes natuurlijk. Twee monnetjes. Monsters. Pockets. Switch. Ancient power. Erkutte, dat doet niks tegen Rock Pokémon gast. Denk even na, Golbat. Dank je. Nou, doe maar niet trouwens. Nee. Bij na de inzien? Hoeft niet. Nee. Laat maar. Zo ook wel goed eigenlijk. Machtige hyena. Oh, daar heb ik echt perfecte Pokémon voor aangezet. Weet je wat voor video ik laatst zag op het internet? Nee. Een video waarin een of andere gast een Pokémon Red ging uitspelen zonder ook maar iets van damage te doen. Ja, van Ant zeker. Hoe heet die? Ant? Dat zou wel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Small Ant. Het was best wel interessant om te zien hoe die game mechanics in die game werken. Heb je ook gezien die video van Small Ant dat hij zonder HP te tekenen Pokémon Platinum uitspeelt? Nee, maar dat moet ik wel zien. En ken je Jaden Animations? Ja. Ja, zij heeft 2 Nuzlocke's gedaan en daar heeft ze animations van gemaakt. Die zijn zo vet, die is voor iedereen aan te raden. Dat is echt een vette video. Oké, ja, nou dat... Ik moet zeggen, ik ken er wel, maar ik kijk er af en toe, weet je wel. Ja, ik heb dat ook. Alleen die 2 Pokémon video's, die zijn echt heel leuk. Moet ik in dat huis zien? Nee, je moet als je klaar bent met dat gevecht, moet je bij die grote steen die daar in de buurt staat, zeg maar. Daar moet je tegenaan klikken en dan krijg je de key, zeg maar, om dat huisje in te gaan. Oké. Hoe erg is in de buurt? Rechts van dat flare mannetje. Het staat zo, is een grote steen. Daar moet je tegenaan klikken en dan krijg je... Wat? Oh, dan heb ik iets verkeerd gedaan. Oh, hij is eerst. No. Heb je hem gevonden? Nee. Die steen staat te... Oh, je bent nog aan het vechten. Nee, ik was eerst tegen Gibble aan het vechten. Maar... Hè? Tussen dat flare mannetje en die scientist. En dan moet je tegen de steen. Oh, je moet precies het linksonder blokje pakken. Want dat pakt hij niet. Wat een onzin. Soms is hij ineens... Gaat hij ziek hard laggen. Dat ik denk van... Emulator, doe even je best. Alsjeblieft. Oké. Ik ben erin. Oké, nou ja. De rest... Ja, de rest spreekt voor zich, neem precies, ik aan. Ja. Aangezien het een rechte lijn vooruit is, kan ik vrij weinig fout doen. Dat scheelt weer. Heerlijk. Oh. Speciaal voor Sanders.
Nu is het geen rechte lijn vooruit meer. Oeh, nee, ja, nee, dat... nee, nee, ja, nu weet ik het niet meer. In dat, er is nog één weg, maar goed. In dat huisje, of in de deur rechts, zeg maar, kan je een item pakken. En je moet gewoon door om. Ja, precies. Ja, dat komt helemaal goed. Het is helemaal mooi. Dat was wel waar ik op naar refereerde, ja. Ja, dat dacht ik al. Wow, yo. Oh ja, ik ben natuurlijk ook dark. Ik dacht, Scraggy, haha, dat is dark type. Haha, daar ben ik super effective op. Toen bedacht ik me, oh ja, wacht, ik ben ook een dark type. Ja, hij is ook super effective op mij. Toen ging ik dood, maar goed, dat terzijde. Wat ging dood? Daar heb ik het niet over. Nee, 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 was een grapje. Ja. Ging niet echt dood, maar... Discharge! Poch, poch, poch! Dat is wel een goede aanval. Zal ik die voor Swift doen? Of voor Thunderfang? Een Feng kan flintje, maar is, is Discharge een physical move? Special. Dan zou ik hem niet voor Thunderfang doen. Dan doe ik hem voor Swift. Ja. Ja, dat was... Dat is slim thinking. Smart thinking. Zoals ze dat in het Engels zeggen, maar goed. Krogunk. Als mijn Gibble nu... niet level 26 was, had ik hem ingezet. Ik zet hem nu nog steeds in, maar niet voor de long run, zeg maar. Oké, oké. Ja, wat moet ik tegen een Grogan doen? Echt, hè? Ja, maar hij is fighting. En weet je waar ik slecht tegen ben? Is Grogan ook al fighting? Ja, fighting poison. Dat. Laat Paddy het niet horen. Anders gaat hij je daarmee pesten. Net als dat jij hem ook altijd pest. Ja, maar ik kan wel gewoon poison zeggen op zich. Okay. Alleen soms, dan komt het er niet goed uit. Maar doe nou niet revenge. Oh, dat deed helemaal niet zo heel veel tegen mijn metamorph. Welke aanval deed je? Ik switchte naar metamorph, maar ja, ik doe nu discharge. En dat is een one-hit KO'tje hoor. Lekker bezig, lekker bezig. Doe me goed. Je hebt wel level 27. Oh ja, de volgende level cap is 42, hè? Dan weet je dat. Ja, weet ik. Ja, ik zeg het maar voor de zekerheid. Sandstorm doe ik dan maar weg. Alhoewel kan in sommige gevallen misschien heel handig zijn. Takedown, want dat heeft recoil. Dus dan doe ik dat maar weg. Ben jij al veel verder of? Ik ben nog steeds in die powerplant waar jij ook bent. Nou ja, ik heb nu tegen die eerste gast gevochten. Ben je al in die grote ruimte, zeg maar? Ik ben. Als je die rechte lijn hebt waar ik het net over had, dan ben ik in de tweede, zeg maar, daarna. Ik ben in de grote kamer, in de volgende hal, zeg maar. Dat is een hele grote kamer en daar ben ik bij het vierde mannetje, geloof ik. Ik heb een gebite. Inmiddels. Nice. Je mag weer lekker met layout spelen. Ja. Maar Meowstic is echt best wel een goede Pokémon, dat had ik helemaal niet verwacht. Oké. Hier was een Pokéball, zei je? Oh ja, daar. Een Zapplet! Ja, ik dacht van die heb je vast wel nodig. Jezus, er zijn hier zoveel mannetjes, dat is niet te doen. Echt? Ja, ik ben nu al tegen de vijfde. Oh, ik heb de eerste al gehad, dus dat is positief. De eerste in die grote hal, of... Nee, de eerste in... Nee, ik bedoel, er is in deze hal zijn er. Ik heb een vliegende aanval. Dat is jammer. Kroagunk. Ja, ik moet ook al tegen een Kroagunk. One hit KO Kroagunk. Vital Throw heb ik hem denk ik ook op Kroagunk one hit KO. Kroagunk, doe nou even niet, confusen. Swagger is ook eigenlijk best wel OP.
eerst je attack stat helemaal raise en dan boom, confused. Dat is kut. Kut. Maar het scheelt dat ik slim ben en niet mezelf in confusion hit. Dat is slim. Precies. Wow, als mijn beardrill nou ook eventjes zo slim was geweest, dan hadden we heel veel crisis averted. Maar Pikachu. Ja. Dat, was Pikachu ook door confusion? Niet. Nee, dat denk ik niet. Nee, dat was gewoon een naaierij. Oh, dat was Furfru zeker. Nee. Ja, dat was die Furfru. Die Pikachu. Pikachu! Oh, wat was het chill geweest als ik die nog had. Maar ik vind Jolteon wel een leukere Pokémon. To be honest, maar... was wel chill geweest. Nou had ik geen Def. Waarschijnlijk had ik dan alsnog wel Jolteon gehad, maar wel één Def minder. Als je gewoon had gezegd, hey, daar zit een Nuzlocke killer. Ja. Ik moet tegen een admin. Oh jee. Admin... Zend een Houndoom. Een zelfvurig typeje die Houndoom. Nee? Okay. Not amused? Ik zet Kibite voorop. Hij reageert gewoon niet. Ik zet Kibite voorop. Hij reageert gewoon nog steeds niet. Wow, wat is dit? Fysieke hal. Holy damn. Ik denk dat ik in die hal ben waar je het over had. Waarom negeer je mij iets anders? Ik negeer je helemaal niet. Nee. Hoe zou ik je negeren? What the fuck? Nou, wat is dit nou ineens voor beschuldiging? Ik word hier... framed. Nee hoor, ik heb bewijs. Wat? Ik heb bewijs. Wat heb ik gedaan? Ik ben genegeerd. Ik zie ineens dat ik tegen je te zeggen, maar je zegt niks terug. Oh, was dat die kutgrap? Nee, dat was helemaal geen grap. Oh. Oh, jawel. Van, ik weet die grap niet eens meer. Oh ja, dat het een vurig piepje was, ja. Dat begreep ik. Ja, die was wel leuk, maar dat wilde ik niet toegeven. Ik zeg maar niks. Wow, wat een hater. Dat hoorde je. Wat een hater. Oef. Mijn Greninja is level... Of mijn Blastoise is level 41. Dan moet je inderdaad uitkijken. Blastoise. Ja, ik heb bijna Greninja, maar dat krijg je als je Blastoise Greninja noemt, weet je wel. Ja. Dan ben je een loser. Eigenlijk is dat gewoon wel handig, maar ja. Ik blijf het doen, hè. Blijf het doen. Clement kan nog best lastig voor mij worden, bedenk ik me nu. Ja, ik moet die Gabite even trainen, alleen zo kut om te doen. Oké. Tweede mannetje, let's go. Een Scraggy. Oké. Ja, als ik Dragon Rage had, dan had ik... Nou, dat zit er natuurlijk best wel late game. Ik zou haast zeggen, ga naar Metamorph, Sander, maar... Ik weet niet of dat... Ja... Fuck it, YOLO! YOLO Waterpolo! Wayo! We maken hetzelfde grap, Sander. Great minds think alike, am I right? Yep. Ik ga neer. Dank je. Het is tijd om naar Lumineo City te de gaan. De hoogste tijd. U wordt bedankt voor weer een avond. Nee. Oh, ik sta nu bij een karakter. Met de beste naam van de hele game. Alleen hij loopt weg. Dididi? Nee. Weet ik het. Ik zeg ook maar wat. De Danny. Nee. Echt een karakter. Geen Pokémon. Sonic. Huh? Weet niet, dat was het eerste wat in me opkwam. Mario. Luigi. Yoshi. Oh.
Ik moet tegen een Flare Grunt. Alweer? Nee? Nee, dat is de eerste keer. Volgens mij. Volgens mij heb ik die nog niet in deze game gezien. Ik wist niet eens dat er een evil team in deze game was, jongen. Zo erg wordt het. Ja. Zo onder de radar zijn die Flare Grunts. Echt niet normaal. Maar ik moet wel zeggen dat ik ze minder irritant vind dan Team Rocket. Want die heb je echt gewoon te veel in de eerste games. Team Rocket, Rocket. Ja, nee. Tijd voor de battle. Oh, dat is wat anders. Prepare for trouble. And make it double. Dat pak ik zo aan. Oké. Oké. Hé, hey, Metamorph, doe eens niet confused zijn. Dat bepaalt Metamorph zelf. Nept. Lekker bezig, Metamorph. Ik hou van je. Beetje jammer dat Bonnie ook in deze game zit. Oh. Nee, niet je favoriete karakter? Ik dacht als je degene met de favoriete naam. Nee. Maar Bonnie heeft... Johanna. Heeft een Dedenne en die is kut. Oh. Is het Johanna de beste naam? Nee. Lysander? Nee. Serena? Nee. Oh, ik weet het al. Wie? De beste rival ooit, Tierno. Nee. Ik denk omdat je de games nog niet hebt gespeeld, weet jij ook niet, nog niet hoe deze karakter heet. Is het een... Oh, Diancie. Nee, dat is toch een Pokémon? Hoe heet die... De kijkers weten waar ik het over heb, maar voor jou laat ik nog een verrassing totdat je weet... Hoe heet die champion? Hoe heet die bitch ook weer? Die heet toch Diancie? Nee, Diancie is de Pokémon. Hoe heet die champion dan? Even opzoeken. Nou, dat is hem dus niet. Steven! Oh! Hoe heet die zwarte? Nee, dat komt heel verkeerd. Dat was niet hoe ik het bedoelde. Ik bedoel diegene met die zwarte kleren en die Mega Charizard, die ook in de anime zit. Alan? Nee? Alan! Ja, ja. Dat zal hem wel zijn. Ja. Die bedoelde ik. Die heeft wel zwarte kleren, in my defense. Als het goed is. Nou, dan is Sander, hoeveel mannetjes heb je al verslagen? Weet ik het. Ik ben nu aan de top. Oké, dan moet je nog wel wat. Oh. Je bent tegen een Swallow aan het vechten. En deze is... Moeilijk. Moeilijk alsof het moeilijk is. Ja. Ik moet tegen de Dedenne, die ga ik destroyen. Oh. Geef maar. Ja. Dankjewel. Wat? Dankjewel. Wat gebeurde er? Ja, ik word even toegejuicht hoor. Waar heb je het nou over? Ik word even toegejuicht. Okay. Hij deed encore. Oh, spannend. Dus ik werd toegejuicht en ik denk, ja, waarom niet? Waarom doet hij de Dedenne nou weer rest? Een buigingtje maken en zwaaien en dit of zo, weet ik het. Er moet toch iets, hè? Nee, er moet toch iets. King Alert, level 40. Oep. Zou je niet zeggen. Nee. Nee! Nog één. Dit is denk ik de vijfde. Of de vierde. Dat weet ik niet. Heb je er al tegen gepraat of niet? Tegen wie? Tegen de volgende trainer. Ja, ik zit nu in een Liepard aan het vechten. Oké, als deze trainer klaar is, moet je dat zeggen, ja? Oké. Okay. Dan doen we namelijk de aflevering beëindigen.
En dan zeggen de kijkers, nee, maar het is zo leuk, waarom kan het niet oneindig doorgaan? En dan zeggen wij, ja, maar de game duurt ook niet oneindig. En dan zeggen ze, oh ja, fair enough. Wat een geouwehoer allemaal weer. Het is gewoon zo. Je moet gewoon accepteren dat de beste video's op jouw kanaal met mij zijn. Leugens. Noem één betere. Alle. Ooh, you got me. Wat? Hoezo kan ik geen final throw? Oh, Torment. Nee, ik heb het denk ik verneut voor mezelf. Fair enough. Er is een hele grote kans dat mijn Golem doodgaat. Ik ben en getorment. En geëncored. Oh, hij doet dan gewoon struggle aan. What the fuck? Ik wist niet eens dat die combinatie kon, jongen. Trash. Hey Milan, ik leer een move die gelijk staat aan jouw... Oh, wat grappig zijn we weer. Prullenbak wou ik zeggen, maar... Oké. Okay. Nee, als jij persoonlijk ja! opvat... Oké, okay. Nee, doe maar lekker, joh. Oké, die vond best grappig. Jongen. Ik vind je voor het eerst grappig, Sander. Ik heb ook... Ik heb niet alleen Jan Prullenbak, maar ik heb ook Justin gevonden. Als move. Zeker die trash. Ja. Ja, nee, klopt wel. Hé, hey, weet je... Het wordt echt tijd... dat ik eventjes kwaliteit ga zoeken. En dat we de video afsluiten, denk ik. Ik denk het ook. Maar battle is bijna af. Oh. Nou, dan maak ik de kijkers nog. Door een nieuwe battle te starten. Nee. Ik ga niet. Lul. Oké. Iedereen, heel erg bedankt voor het... Jezus, ik kan niet meer eens meer praten. Heel erg bedankt voor het kijken van deze aflevering. Ja, maar... Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet wel op Sander te abonneren. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios. Love you, Sander.